Gerardo, ja, voor de derde maal in Uit de Kunst. Welkom. Ja, bedankt. Dat is een teken dat je nogal productief bent. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Je hebt een nieuwe bundel uitgebracht. En dat is dan ook de aanleiding om je uit te nodigen. Hoe lang heb je over deze bundel gedaan? In totaal rond een jaar, denk ik. Iets minder. En ja, de ene keer dan, de ene maand schrijf je meer dan de andere maand. Dus ik denk ongeveer een jaar in totaal. En ben je dan dat jaar eigenlijk alleen schrijvend aan die bundel bezig? Of schrijf je tussendoor dan ook nog andere dingen? Nee, ik heb ook nog andere dingen geschreven. Ook voor in mijn rol als dorpsdichter veel dingen. En voor hier en daar een bloemlezing met een bepaald thema waar ik voor uitgenodigd was. In welk opzicht wijkt deze bundel af van je twee vorige? Nou, dat is mijn derde bundel inderdaad. Maar ook mijn eerste poëma, zoals we dat dan heel mooi noemen. Dat is gewoon eigenlijk een lang gedicht. Ongeveer een pagina of 30. Ik heb het in 6 hoofdstukken verdeeld. En het is één lang verhalend stuk. De titel is best wel bijzonder, vond ik. Ja, dat is ook wel een grappig verhaal. De bundel heet Miffy. En het lange gedicht, dat gaat ook over mijn vriendin. En over hoe ik haar ontmoet heb en voor haar ben gevallen. En zij heeft ooit een verspreking gemaakt. Toen wilde ze mijn liefie zeggen. En toen zei ze in de enthousiasme, zei ze Miffy. Dus dat hebben we er een beetje in gehouden. Ken je jouw vriendin al lang? Of is het nog maar kort? Sinds moet ik even goed nadenken, dit is nu 2021, sinds november 2019. Dus toen je eenmaal de impassie ontstak, dacht je ook meteen van ik moet iets over haar gaan schrijven? Ja, ik had eerst al wel wat stukjes. Toen dacht ik van ja, die kan ik heel mooi samenvoegen, want dat sluit mooi op elkaar aan. En toen had ik eigenlijk het middenstuk al. En toen ben ik er een begin bij gaan bedenken en ook nog een afsluiting bij gaan bedenken. En heb je steeds je vriendin geconfronteerd iedere keer met weer een vordering? Of dacht je, wacht maar tot het klaar is? Of... Nou, ik denk dat ze 70-80% van tevoren wel gezien heeft. Hoe vond ze dat? Ja, bijzonder, leuk, mooi. En ze is niet alleen jouw lief, maar ze heeft ook nog een andere rol, dus kennelijk voor jou. Ja, in dit geval wel, ja. Ook mijn muze. Ja, ja, je muze die jou inspireert tot het maken van poëzie. Nou heb je dus een gedicht geschreven van 30 pagina's. Ja, net iets minder. Maar... En is het een beschrijving, ook een ontwikkeling? Of is het gewoon 30 pagina's ontlading van gevoel? Er zit wel echt een verhaal in en een ontwikkeling. En, En dan tegelijkertijd denk ik, Gerardo, zoiets intiems, toch voor een groot publiek. Waarom? Nou ja, groot publiek, groot publiek. De poëzie blijft een beetje een kleine markt ook. Ja, dat is waar. En ik heb ook bewust ervoor gekozen om het een kleine uitgave te houden. Niet voor het allergrootste publiek, maar wel echt voor... Omdat ik het zelf heel trots op dat gedicht was, heel trots op haar ben. En ik wilde het toch uitgeven. Het is eigenlijk net iets te kort voor een hele bundel. Dus daarom heb ik het ook zelf uitgegeven. Ja, want ik doe wel net alsof ik het vuur aan de schenen leg. Maar ik begrijp het best. Je wil het van de daken schreeuwen natuurlijk. Ja, ja. Als je van iemand houdt en iemand geweldig vindt. Gerardo, zou jij ons een stukje kunnen laten horen uit deze nieuwe bundel? En ik dreun mijn sleutel tussen het met kleur bedrukte stof. Het rubber zucht in geulen als de wagen de kanalen torst. Daar het licht, door de deur geblokkeerd. Hier, verdoezeld achter blouse en bloemen, ik. De straat ademt gastvrijheid. De schemer maakt beelden tot film van mijn bijster zwijgen. En dit zijn toch echt haarlippen gedrukt op de mijne. Voor even vergeet de wijzer mij mee te nemen naar de volgende lijn. Weet ik niet meer hoe haar pupillen glinsteren. Hoe zij mij met haar stem temt tot sereniteit. Ja, echte liefdespoëzie. Jij bent enorm beeldend, hè, in je taalgebruik. Ja, ja. Denk je ook in beelden? Ik ben wel vrij beelddenkerig inderdaad, ja. Heb je al weer ideeën voor een nieuwe bundel? Gaat dat zo snel bij jou? Nee, snel gaat dat nog niet. Nee, mijn uitgever is wel al laten vallen dat hij eind volgend jaar iets wil uitgeven. En dan zegt hij, ja, maar dan wil ik het groot aanpakken met een stuk of 60, 70 gedichten. Dus ja, dat is een beetje de druk verhogend misschien. Maar. Ja, ja. Ja, dat is wel een uitdaging inderdaad. Ja. Moet er heel veel gebeuren in Uithoorn misschien, wat je raakt. Je hebt deze bundel dus nu uitgegeven, maar is die nu ook al te koop? Of is er een officiële datum waarop dat van start gaat? Nou, mijn instelling was om het 17 januari uit te geven. Dan zou ik ze zeker in huis hebben, maar ik heb ze nu al in huis. Dus ze zijn nu al verkrijgbaar.
En als de mensen zo'n bundel willen aanschaffen, hoe kunnen ze eraan komen? Door gewoon mij een berichtje te sturen. Dat kan via Facebook, dat kan via e-mail. industrializedmetal@gmail.com. Of de Facebook van Dorpsdichter uit Horen. Of mijn persoonlijke Facebook, als ze mijn naam kunnen onthouden. Ja, nou, die naam is zo intrigerend. Houden ze vast wel vast. Alleen de spelling is misschien wat lastiger. Ja, ja. Ik vond het heel leuk je weer hier gesproken te hebben. Ja. Ik wens je heel veel succes ook met deze bundel. Ik hoop dat hij aftrek vindt, want je wil dat toch laten lezen. Ja. Je wilt toch een podium ook hebben. En verder, ik hoop dat we over enige tijd weer iets van je mogen horen. Als kind zag ik er een vogel en wolken en een zon in. Een koude kermis later zag ik alleen maar onzin. Als kind tekende ik er een boomtak, paarse sterren en een blauwe maan in. Drie ongelukken verder vond ik het geklieder waanzin. Maar toen kwam jij op het moment dat ik dacht, liefde, ach, ik mis het niet. Toen op het allerlaatst jij binnenkwam en ik nog wilde denken, nee, die is het niet. Toen lachte ik door jou zomaar die lach, die een kind lacht als het lacht, die ik ergens onderweg verloor. En nu door jou heb teruggevonden, van oor tot oor, zo in vol ongeloof. Verbazing en verwondering, en dan breekt hij door. Zoals een kind, ik zie iets en het is groen, kon zien. Dat randje daar? Nee, ik zag het niet. Dat vierkantje, dat is blauw. Ik had alweer mijn dag niet. Als het een tekening liet zien, zei ik afwezig, mooi, en maak er nog maar een. Een leven vol verveling later, was ik een man alleen. Maar toen kwam jij, op een moment dat ik dacht, liefde, laat ook maar. Toen op het allerlaatst jij binnenkwam, bij heldere hemel stond jij daar. En nu lach ik door jou zomaar die lach, die een kind lacht als het lacht, die ik ergens onderweg verloor. Maar nu door jou heb teruggevonden, van oor tot oor, zo in vol ongeloof, verbazing en verwondering. En dan breek ik door. Ik doe hem voor. Het lukt niet echt, maar hij is hemelsbreed. Een lach van oor tot oor, zo in vol ongeloof, en dan verbazing en verwondering.